Welkom, welkom, aflevering 232. Mijn naam is Mayra. Wij zijn medereizigers in een droom en nu ook in een klein reisje door het seksboek heen van een cursus in wonderen. Hoofdstuk 31. De eindvisie. Allerlaatste paragraaf. Maak opnieuw je keuze. Gisteren deel 1. Vandaag deel 2. Morgen het allerlaatste stukje. Jezus zegt: wees dan ook nooit bang voor verleiding. Maar zie die als wat ze is. Een volgende kans om opnieuw te kiezen. En toe te staan dat de kracht van Christus zegeviert in iedere omstandigheid en op elke plaats waar jij voordien in beeld van jouzelf hebt opgericht. Een tweede kans, een nieuwe kans, dat is wat deze cursus ons aanbiedt. Wij mogen opnieuw kiezen. Wij leggen alles in de handen van de Heilige Geest. De waarheid treedt nu op de voorgrond in van al onze ervaringen. Wij hoeven niets te doen. Wij, de Zoon van God, de dromer van de droom. Wij hebben ons nou aangesloten en verenigd met de Heilige Geest. En de droomfiguur wordt nou aangestuurd door de Heilige Geest. Dat is wanneer wij die bekende stap terug hebben genomen en wij laten ons leiden. Wij laten ons leiden. Dat is de keuze. De verlossers van de wereld, die zien zoals hij, zijn eenvoudig degene die zijn kracht verkiezen boven hun eigen zwakheid. Die los van hem wordt gezien. Zij zullen de wereld verlossen, want ze zijn verbonden in heel de macht van Gods wil. Wij kiezen de waarheid. Nogmaals, de Heilige Geest heeft de leiding. En nogmaals, de wereld waar Jezus altijd over spreekt, is in onze denkgeest, binnen de denkgeest. Wij verlossen de wereld van haar oorspronkelijke doel van het ego. Wij hebben de wereld van die projecties, onze projecties van het ego, vergeven. Wij zien een vergeven wereld. De visie van Christus kijkt nu voor ons en door ons heen. En wij vernemen nu de werkelijke wereld. Ja. Maak je dan ook de gelukkige gewoonte. Gewoonte. Een gelukkige gewoonte. Geen ego-slechte gewoonte. Maak je dan ook de gelukkige gewoonte. Eigen. Welke verleiding om jezelf als zwak en ellendig te zien, te pareren met de woorden: ik ben zoals God mij geschapen heeft. Zijn zoon kan niet lijden. En ik ben zijn zoon. Zo wordt de kracht van Christus uitgenodigd te zegevieren. En al jouw zwakheid vervangen door de kracht die komt van God en nooit kan falen. Wij willen elke droomdag onze waarheid hiermee bevestigen. Jezus geeft ons een prachtig gebed om hiervoor te gebruiken. En bij elke verleiding, en dat ego zal blijven komen met verleidingen, reken maar, dan mogen we dit gebed gebruiken. Om de verleidingen van het ego te ontkrachten en de waarheid te bevestigen. Zoveel cadeautjes krijgen we van Jezus. Het boek is er vol van. Jij bent zoals God jou heeft geschapen. En dat geldt ook voor elk levend wezen waarnaar je kijkt, ongeacht de beelden die jij ziet. Wat jij ziet als ziekte en als pijn,
als zwakheid, lijden en verlies is niets anders dan de verleiding jezelf als weerloos en in de hel te zien. Nou, deze uitspraak echt over elk levend wezen waarnaar je kijkt, dat vond ik een beetje lastig. Ik heb gekeken, wat zegt Ken Wapnick hierover? Hij schrijft ten eerste dat, natuurlijk, we hebben geleerd, niets buiten de hemel leeft. Maar gezien dat alles hier een projectie is van de slapende Zoon van God, Jezus wil dat wij niets uitsluiten terwijl wij aan het oefenen zijn. Dus zoals Jezus schrijft, ongeacht de beelden die wij zien. Maar wij willen voorbij de beelden gaan. Het gaat nooit om de vorm, maar om de inhoud. Voorbij de beelden kijken. Er is een herinnering van de waarheid in alles. Een liefdevol herinnering. Maar het is niet de vorm. Oké. Dankjewel, Ken Wapnick. Een wonder is gekomen om Gods Zoon te genezen. De deur voor zijn dromen van zwakheid te sluiten. En zo de weg te openen naar zijn verlossing en bevrijding. Kies opnieuw wat jij zou willen dat hij is. En houd daarbij in gedachten dat elke keuze die jij maakt, je eigen identiteit bepaalt. Zoals jij die zult zien en geloven dat die is. Oké. Deze zinnen zijn een prachtige samenvatting van alles. Het wonder is het zien van mijn broeder. En dat wonder is de correcties van wat ik vroeger zag, alleen maar een lichaam afgescheiden van mij. Nee, wij verenigen ons nu door het wonder die zegt, ha, is mijn broeder, wij zijn één. Zoals God ons geschapen heeft. Dus samen worden wij verlost en bevrijd. Maar Jezus zegt nogmaals, maar wat dan ook dat wij kiezen, dat zullen wij geloven. Nog sterker, daarmee zullen wij ons nog identificeren. Oké. Einde deel 2, ik kan mijn muis niet vinden hier. Oké, daar zijn die. Oké. Opnieuw kiezen, daar gaat het om, elke keer. En morgen deel 3 en het allerlaatste stuk van deze mini-reisje door het tekstboek heen. Oké, wij delen onze innerlijke glimlach in een reis zonder afstand. En wij delen de kracht en de macht om elke keer opnieuw te kiezen, bij elke verleiding opnieuw kiezen. Dankjewel voor het kijken. Misschien tot de volgende keer. Hey, dag.